allemaal regel. Nou, dames en heren, ik ben blij verrast dat zoveel mensen hier vandaag in deze kapel aanwezig zijn. Er zijn in totaal 120 foto's ingestuurd in ruim 3 weken tijd. En dat is boven wat we met elkaar allemaal verwacht hadden. Dus hartelijk welkom. En ik kan u nu al verklappen, ik heb een paar gezien, er zitten gewoon prachtige foto's bij. Het zal u niet ontgaan zijn dat het thema van deze tweede week van de geschiedenis in Nijmegen in het teken staat van land en water. En dan is de Waalkade natuurlijk een prachtig onderwerp, met als thema de Waalkade in een flits. De Waalkade biedt natuurlijk allerlei mooie invalshoeken om iets te doen met een foto. Het is de kade als grens tussen rivier en stad. Het is een plek waar kleine, maar ook hele grote historische gebeurtenissen zich hebben afgespeeld. Het is de levensader voor Nijmegen. De plek waar eeuwenlang de strijd tegen het hoge water werd gevoerd. Maar ook de plek waar tegelijkertijd wordt gewerkt, waar wordt gewoond. En tegenwoordig vooral ook gerecreëerd. En als je het Nijmeegse archief kijkt, hier aan de overkant, zijn er honderden foto's die daarvan getuigen. En aan het begin van de avond dus heb ik prachtige foto's gezien, u hopelijk ook, uit de hele geschiedenis van die Nijmeegse Waalkade. En die geven een heel mooi beeld van het verleden wat dat betreft. En misschien zijn er vanavond al hele mooie foto's bij, die ook weer een onderdeel vormen van die hele rij van foto's over die Waalkade. Nou, die vanavond heeft u 20 van die aansprekende beelden gezien. En die beelden die vormden ook de springplank voor de Waalkade in een flits. Ik wil nogmaals de organiserende partijen van harte bedanken. Cultuur en School Nijmegen, het regionaal archief, het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. Nijmegen blijft in beeld. En volgens mij ook Ron Moes, heb ik begrepen. Ron, volgens mij was jij er ook bij als een van de initiatiefnemers. En daarnaast ook nog, wordt wat reclame voor gemaakt, Camera Express, die ook een belangrijke rol hebben gespeeld in het tot stand komen van dit evenement. Zij hebben u uitgenodigd als amateurfotografen rond 4 thema's om uw foto's in te sturen. En die 4 thema's waren aan de waterkant, door het oog van de kunstenaar, verborgen plekken uit verleden, vervlogen tijden en klein en groot spektakel. Er waren 4 hele deskundige juryleden. Ik noemde net alleen Ron Moes, wanneer die daar staat met die bril op. En meer daarnaast heb ik geen bril. Onze stadsfotograaf Jan van Teven zit hier vlak vooruit. Jan, nog even staan. Dan de man die u net al zag, die daar inmiddels staat, Constant Hogenbos. En de 4e, die ken ik niet, want ik heb hem gevraagd waar die zit. Docent Jonna van der Ven, die zit volgens mij daar bij de apparatuur. Heren, alvast hartelijk dank voor het werk wat jullie hebben gedaan. We zullen meteen kijken natuurlijk even. Jullie hebben de foto's beoordeeld op hun technische kwaliteit, zeggingskracht en originaliteit. Dus zometeen kijken we natuurlijk even of we het al met jullie eens zijn. Nou, wat ik van jullie heb begrepen is dat jullie verrast waren hoe creatief de inzenders met de 4 thema's zijn omgegaan. En er zijn hele mooie recente gebeurtenissen bij en die hebben zij tot inmiddels historie op papier vastgelegd gemaakt. De Veteranendag. En een massa aan motoren op die Harley-Davidson-dag. Het reuzenrad op de kermis. En de bouw van de snelbinnen. Dat is alweer een tijdje geleden wat dat betreft natuurlijk. En velen van u speelden met lijnen en met kleuren en met technieken. Zoals lange sluitertijden en spectaculaire panoramafoto's. Ook oudere foto's werden gedigitaliseerd en ingezonden. En sommige jongeren zetten pasgemaakte foto's om in suggestief zwart en wit. En ze dwongen de jury om extra goed te kijken naar het onderwerp en tijdstip van de opname. En de jury zei tegen mij, het leverde mooie, soms onroerende en ook fascinerende beelden op van de Waalkade. Zowel vanuit de stad gezien als vanuit Lent. En dan mag ik jou constant het woord even geven, heb ik begrepen, nog een aantal van die hele mooie foto's toe te lichten. En daarna kom ik weer terug en dan maak ik de 3 prijswinnaars bekend. Ja. Nou even aan jou het woord, alsjeblieft. Goed, ik zal er eventjes een beetje naast gaan staan. Niet nodig. Hoeft niet meer. Dan heeft u al een goed zicht op het scherm. Even kijken dat ik niet ga rondzingen. Zo voor de luidspreker.
Goed, jullie zien hier al de eerste foto voorbij komen. We wilden niet alleen de winnaars laten zien, want we hebben, wat Hanny Kunst al zei, we hebben ontzettend veel mooie foto's binnengekregen. En je laat natuurlijk niet alleen de winnaars zien, je laat gewoon ook hele mooie foto's zien die wij zeer de moeite waard vonden. Nou, de eerste die staat hier al in beeld, van Hans Prudon. De jury was zeer te spreken over de mooie strakke compositie, zonder enige storende elementen. En Prudon met een scherp oog voor compositie, het lijnenspel vast van de stalen trap naar de snelbinder en van de snelbinder zelf. Mooie foto. Het is jammer dat dan inderdaad net ons het logootje van de baan en de fles onder de beeld staat. Want we waren juist zo blij dat er geen storende elementen op de foto stonden. Goed, dat is dan de verrassing van de avond. Mag ik de volgende? Dit is geen foto van Mars. De Waalbrug bewijst dat. Deze foto is van Piet Spanjers. Wij hadden meteen zoiets van, dit is een landschap wat je bijblijft. Dat was absoluut de mening van de hele jury. We zien de stad gezien vanaf een afstand vanuit de Oorbolder in een heel intrigerend licht. In een bijna onwaarschijnlijk geel. En toen ik de foto inderdaad voor de eerste keer zag, toen dacht ik van, moest ik meteen denken aan die foto's die in de jaren 70 van de Marslanders kwamen. Maar ja goed, je ziet hier nog de Waalbrug op de achtergrond en die hebben ze op Mars nog steeds niet gezien. Mag ik de volgende? Een hele toepasselijke naam bij deze foto van Wim van der Water. Een van de oudere foto's die zijn weg naar de jury vond. Het jaar van de opnames laat zich niet zomaar raden, maar goed, het is in ieder geval toch wel enige jaren geleden dat er ijs op de Waal heeft gelegen. Dus zal wel duidelijk zijn dat het niet recent is. Weet iemand dat zo? Ja, wanneer er voor het laatst ijs op de Waal lag? Ik weet niet van wanneer deze foto zit, maar dat bleek ergens bij de extensie van de foto te staan, 1987. Dus dat is toch een raadsel opgelost. Kijk. Maar we zijn het wel over eens dat het een mysterieuze foto is. Erg mooi vonden wij, met z'n allen. Ja. Een mooi perspectief hadden we er nog bij staan en iets spannends bijna uitheems. Mag ik de volgende? Deze foto is van Ilse Lambert, of Lambert. Ik weet niet of zij aanwezig is. Nee, haar man is ook niet. Mijn eigen achtergrond is eigenlijk film. En toen ik deze foto zag, toen dacht ik eigenlijk dat ik een scène-shot zag uit de nieuwe Harry Potter film. Ja. De maan zo mysterieus hoog boven de kade en een spannend verlicht is het stevend storen. Ademt die foto echt zo'n nachtelijk mysterie uit, wat boven Nijmegen hangt. En dat bleef de jury ook absoluut bij. Tussen de diverse andere vele opnames van de nachtelijke waalkade die wij ingezonden hebben. We krijgen nou al dat ik niet zei. Mag ik de volgende? Geweldige foto van Pauline Jansen. Ontspannen en even lachen. Dit zijn de vrouwelijke veteranen breed lachend tijdens de Veteranendag in 2009. Een kort moment in de tijd voor eeuwig vastgelegd op een historische foto met op de achtergrond een voor hen en voor ons ook historische locatie die past bij het gegeven van de Veteranendag. Een bevroren beeld in de tijd, want hoe vaak zullen deze dames hier nog zo bij elkaar komen en staan? Hele leuke foto. Mag ik de volgende? Dit was ook een heel bijzonder beeld. En ik hoop dat ik de naam goed uitspreek van Chai Yen Chu. Ja. Kijk. Ook een heel recent verleden is een verleden natuurlijk. In dit geval een historisch moment aan de Waalkade, waar ook een andere kant van de Waalkade eens een keer getoond wordt. De Waalkade als een bruisend podium voor legio-activiteiten. Zoals het treffen van honderden Harley-Davidson motoren en hun bezitters. En er zullen misschien nog wel andere motoren tussen staan. Nee. In ieder geval geen alledaagse waarschijnlijk, nee. Harley-Davidson is Harley-Davidson. Goed, in ieder geval geen alledaagse verschijning zo aan de Waalkade en aan de Waal. Hele leuke foto. Mag ik de volgende?